Ja, vandaag zijn dan de open deurdagen bij de brandweer van Beringham en te Stenderlo en ook bij de lokale politie van de zone Beringham te Stenderlo. Het is prachtig weer, er zijn zeer veel toeschouwers aanwezig op al de sites. Het gaat zeer goed, er worden ook zeer veel demonstraties gegeven die heel veel belangstelling krijgen van de toeschouwers, zowel bij de brandweer als bij de politie. En we krijgen heel veel goede reacties, dus ik denk dat de open deurdagen zeker geslaagd zijn. Wedstrijd aan 73, eerste voertuig, 3 slachtoffers worden nu bevrijd over. We zijn eigenlijk hier gekomen omdat een collega van mij hier aanwezig was, een vrijwillige brandweerman. En het is echt een hele aanrader, ook voor de kleine jongens en meisjes. Echt een hele fijne dag. Ik vind dat ieder kind, iedereen zou moeten meemaken hier, wat je hier te zien krijgt. Hè. Het is heel interessant, op alle gebieden, want de brandweer is onmisbaar over in elke gemeente. We zijn hier vandaag bij een gezin in Beringen. We komen hier de gratis energiescan uitvoeren. We gaan vandaag in eerste instantie gaan kijken naar hun facturen allemaal, om een keer al een beeld te krijgen over hoeveel de mensen op dit moment verbruiken. En dan later gaan we gaan kijken in het huis zelf. Wat dat ze nu allemaal van apparatuur hebben staan, wat dat ze allemaal doen, hoe ver het staat met de isolatie, om hun op die manier ook nog tips te geven over wat dan uiteindelijk beter kan en wat dat de grote verbruikers zijn. Zoals je ziet staat het water hier op de zachte stand, komt er zachtjes uit. Wanneer we de schakelaar omdraaien, hebt u een veel hardere, kleinere straal weliswaar, maar is even hard dan dat je wanneer je het water hard zou zetten. En dus verbruik je minder water om je haar uit te spoelen. Waarom moet je dit nu net doen? Wel, je hebt er niets aan te verliezen. De mensen komen bij jou thuis, het is gratis. Ze komen jou tips geven over wat dat je goed doet, maar ook wat dat beter kan. En het is volledig vrijblijvend. Nu, als je een energiescan gedaan hebt of niet, je kan ook altijd deelnemen aan de energiejacht, waar dat we op energiejacht gaan en met je gezin om zo weinig mogelijk energie te gaan verbruiken en te gaan besparen. Voor een energiescan aan te vragen, kan je terecht op de gemeentelijke milieudienst. En dan vul je daar enkele blaren in en dan wordt er verder contact met jou opgenomen.